allemaal. Mijn naam is Margit van Aalst en ik ben de projectleider Centrale Eindtoets bij het College voor Toetsen en Examens. Ik sta hier vandaag met mijn collega Pascale Hane. Zij is projectleider referentiesets binnen het CVTE. Binnen de Centrale Eindtoets wordt er gemeten op de referentieniveaus. En graag ga ik vandaag met mijn collega in gesprek om meer informatie te krijgen over wat referentieniveaus zijn. Pascale, kan je aangeven wat referentieniveaus zijn? Een referentieniveau beschrijft wat leerlingen op een bepaald moment in hun onderwijsloopbaan moeten kennen en kunnen op het gebied van taal en rekenen. Tussen referentieniveaus zijn ook overgangen of drempels geformuleerd. Dat zijn de stappen die leerlingen zetten in een onderwijssysteem. Bijvoorbeeld de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. En waarom wordt er gemeten op referentieniveaus binnen de Centrale Eindtoets? Sinds 2010 is de wet referentieniveaus Nederlandse taal en rekenen van kracht. En die geldt voor alle onderwijssectoren. En dat betekent dat het verplicht is om de referentieniveaus te meten vanaf het PO tot en met uitstroom naar de arbeidsmarkt of instroom in het hoger onderwijs. En waarom wordt er dan gemeten op taal en rekenen? De belangrijkste reden waarom het referentiekader ingevoerd is, is om de taal- en rekenvaardigheden van leerlingen in alle onderwijssectoren te verbeteren. En omdat de wet dus verplicht is voor alle onderwijssectoren, ontstaat er zo ook een inhoudelijke samenhang tussen die sectoren op het gebied van taal en rekenen. En zo ontstaat er een doorlopende leerlijn, PO, VO, MBO, richting het hoger onderwijs. En vaak als ik lees over referentieniveaus, lees ik ook iets over een fundamenteel niveau en een streefniveau. Kan je aangeven wat dat inhoudt? Ja. Een fundamenteel niveau wordt ook wel F-niveau genoemd. En dat is eigenlijk de basis die de meeste leerlingen moeten beheersen. En er zijn ook streefniveaus, dat zijn S-niveaus. En dat is voor leerlingen die meer aan kunnen. Als je kijkt naar de fundamentele niveaus, dan is er sprake van niveau 1F, 2F, 3F, 4F. En die zijn eigenlijk qua inhoud in oplopende moeilijkheidsgraad. En dat betekent dat 1F makkelijker is en naarmate je dan hoger gaat, dan kom je bij 4F uit. Dat is het moeilijkste qua inhoud. Elk fundamenteel niveau bevat qua inhoud ook het voorgaande niveau. En op het moment dat je een fundamenteel niveau behaald hebt, dan kun je het volgende fundamentele niveau ook zien als het streefniveau. Oké, en welke referentieniveaus zijn er dan voor taal en rekenen? Voor taal zijn er vier fundamentele niveaus, namelijk niveau 1F, 2F, 3F, 4F. Voor taal zijn er geen streefniveaus geformuleerd en dat betekent dat het hoger gelegen F-niveau het streefniveau is. Voor rekenen zijn er drie F-niveaus, drie fundamentele niveaus, namelijk 1F, 2F, 3F. En de fundamentele niveaus die zijn meer gericht op de toepassingsgerichte manier van rekenen, toepassingsgerichte benadering van rekenen. En de S-niveaus, dat zijn er drie, namelijk 1S, 2S en 3S. En die gaan meer in op de abstracte wiskunde. Ik hoor jou zeggen dus dat er verschillende referentieniveaus zijn. Welke referentieniveaus gelden er voor het primair onderwijs? Nou, als je het primair onderwijs niveau 1F beheerst, dan beheers je taal en rekenen voldoende. En op het moment dat jij 2F of 1S beheerst, dan beheers je het zelfs nog beter. De meeste leerlingen zullen aan het eind van het primair onderwijs in groep 8 niveau 1F behalen. Maar er zijn ook natuurlijk leerlingen die dat op dat moment nog niet behalen. Maar de verwachting is dat zij dat aan het begin van het voortgezet onderwijs niveau 1F zullen behalen. Welke inhoud van de taal en rekenen wordt gemeten binnen de Centrale Eindtoets? Nou, een toetswijzer beschrijft aan welke eisen inhoudelijk alle eindtoetsen moeten voldoen. Er is ook een toetswijzer voor de eindtoets in primair onderwijs, een toetswijzer talen en rekenen. En die beschrijft aan welke eisen de toets moet doen op het gebied van de referentieniveaus talen en rekenen. En de centrale eindtoets voldoet aan die inhoud, voldoet aan de toetswijzer. Als je concreet kijkt naar wat er dan gemeten wordt in de centrale eindtoets op het gebied van de referentieniveaus, dan gaat het voor rekenen om de domeinen getallen, verhoudingen, verbanden en meten en meetkunde. En voor taal gaat het om de onderdelen lezen en taalverzorging. En op welke manier wordt er gemeten op de referentieniveaus binnen de centrale eindtoets?
Nou, dat kan met de referentiesets talen en rekenen. En daar ga ik dieper op in tijdens het webinar, op welke manier dat dan in zijn werk gaat. Nou, dat vind ik een hartstikke mooi voorstel. Ik kijk er ook naar uit. En voor nu bedank ik jou voor deze informatie over de referentieniveaus. En ik nodig u allen uit om deel te nemen aan de webinar over de centrale eindtoets.